Ja, welkom bij de NEC-update. Het stadion is leeg. Het seizoen zit erop. De droom ging niet door. Je kunt nog wel eventjes doorgaan zo. NEC wist niet te winnen in de halve finales van de play-offs van Go Ahead Eagles. Het werd 1-2 en die klap die kwam hard aan. Ja, de klap is enorm. Je had zoiets anders verwacht en gehoopt. Je weet, je hebt het voordeel dat je thuis speelt. Je kan twee keer thuis spelen. Na zo'n goed seizoen en na zo'n sterk seizoen en ook in de thuiswedstrijden zo sterk te zijn geweest, ga je met vertrouwen naartoe en dan is dit gewoon een enorme klap. Hoe was het net in de kleedkamer? Kun je daar iets over zeggen? Was het stil? Ja, stil. Wat moet je zeggen? Je kan niks zeggen. Het seizoen zit erop. Je hebt zo hard gevochten dit jaar en zo hard getraind en zo hard gewerkt voor iets moois. En we hebben heel veel mooie dingen bereikt. Alleen wat ik zeg, je wil je belonen en dan is die klap zo enorm groot. En dan zit je gewoon een beetje verbijsterd in de kleedkamer en je kan ook niet veel zeggen dan. Ja, Patrick, wat trof je net aan in de kleedkamer? Nou ja, spelers die teleurgesteld zijn natuurlijk. Nee? Boos, teleurgesteld. Je hebt zoveel goede dingen gedaan dit seizoen. En als je dan dit soort wedstrijden verliest, dan heb je niks. En dan is het toch pijnlijk. Ja, maar ik zou bijna zeggen, waar ging het vandaag mis? Want het zat er vanaf het begin af aan eigenlijk niet in. Nee, nou, we hebben niet het niveau gehad wat we normaal gesproken halen. En ik vond de eerste helft nog wel redelijk neutraal, waarin het Go Ahead iets makkelijker de spelers vindt dan wij. Maar ja, de tweede helft, met name na de goal, dan hebben we en in balbezit niet meer het vermogen om de mensen te vinden of om de bal lang te houden. Ja, en verdediging te zien kregen we niet goed druk erop. En dat zit hem dan in een hele hoop dingen. Maar ja, dat blijkt dan wel dat het niet goed genoeg is, helaas, vandaag. Ja, Go Ahead had het goed neergezet, waardoor jullie niet aan het voetballen kwamen. Maar ik had het ook idee dat een aantal spelers gewoon ook niet het niveau haalden. Ja, nou ja, kijk, na dit soort wedstrijden, het gaat niet om een aantal spelers. Kijk, we winnen samen en we verliezen samen. En spreek voor zich, het is duidelijk dat wij als elftal zijnde en met elkaar zijnde niet het niveau gehaald hebben wat we eigenlijk het hele jaar gehaald hebben. En dat is zonde op momenten dat het er toe doet. Ja, want ik dacht op een gegeven moment toen jullie op 1-0 kwamen, ik denk van nou ja, misschien is dit net wat jullie even nodig hebben. Maar dat gebeurde eigenlijk niet. Nee, het gebeurde niet. En wat ik zeg, het zat er gewoon niet in. We speelden gewoon niet hoe we moesten spelen. En daar baal ik gewoon enorm van. Want het is gewoon de wedstrijden van het jaar, zou ik maar zeggen. Je wil jezelf ook kronen naar zo'n mooi jaar. En weet je, we zeggen net in de kleedkamer, zeggen we moeten echt trots zijn op onszelf. En we hebben zo'n fantastisch jaar gemaakt. En iedereen heeft het over NEC gehad dit jaar. Over het goede voetbal en de goede resultaten. Maar ja. Je wil jezelf belonen en weet je wilt het zo graag en als dat dan niet lukt is dat wel een enorme klap. Ja, dan de 1-0, de 1-1. Dan probeert NEC er een verlenging uit te slepen en dan vlak voor tijd een vrije trap van Go Ahead Eagles. En die bal die belandt eigenlijk een beetje niemands land. En ja, wat gebeurde daar eigenlijk met Jasper Cillessen? Hij vertelt. Ja, dit is... Ja, ik schat die bal verkeerd in en die valt binnen en dan verlies je hem. Ja, kun je ons even meenemen wat daar gebeurde? Wat dacht je? Ik zie die vrije trap komen, ik zie Dale naar die bal gaan. Die mist hem. En ik reageer verkeerd op de stuit en hij valt heel ongelukkig binnen. Ja, als je de hele wedstrijd keek, je had er ook een paar prachtige reddingen. Want jullie hadden ook zomaar met 0-3 al de rust in kunnen gaan. Klopt, maar ja, daar koop ik nu vrij weinig van. Ja, kijk, weet je, Jasper heeft een fantastisch jaar gehad. Hè. Jasper heeft ons zo vaak geholpen en ik moet zeggen, ook vandaag stond hij weer fantastisch te keepen. Maar het ligt gewoon aan ons, aan het hele team, hoe wij speelden vandaag. En daar ligt het aan en daar baal ik gewoon enorm van. Ja, ik hoorde je vrijdag nog zeggen van hier voor dit soort wedstrijden ben ik gekomen. Ik wil heel graag Europees voetbal halen met mijn clubje. En dan heb je drie kansen en het is drie keer niks. Nee, klopt. Ja, het kan niet mooier maken dan het is. Ja, het had een feestje moeten zijn, maar ik hoorde eigenlijk iedereen al om me heen het over zondag hebben. Waren we niet allemaal al te veel bezig met zondag? Nee, totaal niet. Nee, dat is totaal niet zo. Niet de trainerstaf, niet de spelersgroep. Iedereen was 100% gefocust op deze wedstrijd, op eerst deze wedstrijd proberen te winnen en dan te kwalificeren voor zondag. Maar ja, nou goed, dat is helaas niet gelukt. Zesde geëindigd, we hebben goed voetbal gespeeld, we hebben een bekerfinale gehaald. Als je dan toch een beetje trots van kan zijn op dit seizoen of hakt het er zo in? Nu hakt het erin, maar uiteindelijk ga je heel trots zijn. Want we hebben echt iets moois gepresteerd het afgelopen jaar. En
als je ziet hoe erg NEC leeft nu, niet alleen in Nijmegen, maar ook in Nederland. En iedereen die ik spreek is zo enorm positief over NEC. Ja, en dan moet je jezelf belonen. En dat is dan misschien de stap die we nog moeten zetten. Nou ja, bij mij is dat in ieder geval niet vandaag. En bij de meesten niet. En dat is ook prima. Dat hoort ook zo. Hè. Je moet het vervelend vinden en je moet het slecht vinden als we zo'n wedstrijd verliezen of dit resultaat halen. Maar Bram heeft helemaal gelijk. Kijk, we hebben natuurlijk dit jaar fantastische dingen gedaan. We hebben het publiek vermaakt. We hebben de meeste punten gehaald. We hebben de meeste doelpunten gemaakt. En er zijn een hele hoop dingen die goed gegaan zijn en die we heel goed gedaan hebben, waar we trots op mogen zijn. Alleen ja, dat telt vandaag niet echt. Ja. Hoe hard dat ook is, we hebben dan eigenlijk niks. Dat is jammer. Ja, zo moeten we ook maar gewoon afsluiten hier in de Goffert. Het is even zuur nu. Het doet even pijn. Maar misschien over een paar dagen denk je, ach ja, we hebben ook heel veel mooie momenten dit seizoen meegemaakt. We zijn 6e geëindigd. We hebben finale van de KNVB-beker gespeeld. En we mochten hier 1 wedstrijdje voor de play-offs meedoen. En uiteindelijk was dat ook de doelstelling om play-offs te halen. En dat heeft NEC dus gedaan. Zijn we er nog? Zeker. Wij gaan nog niet op vakantie. We zijn er heel snel weer met een nieuwe. Maandag natuurlijk ook nog de podcast. Daar gaan we ook nog nabeschouwen op dit seizoen. En er gebeurt vast en zeker nog van alles rondom NEC. Dus blijf het vooral volgen, ook op mijn sociale media. Voor nu dank ik jullie allemaal voor het kijken naar de NEC-update dit seizoen. We gaan nog niet op vakantie, we zijn nog niet weg. Dus ik zeg graag tot de volgende.